Zijn jullie niet hartstikke gek om met deze hitte naar de kermis te gaan? Beetje wel, hè? Nee. Een klein beetje wel, maar het is supergezellig. Dat is eigenlijk wel, ja, inderdaad. We hadden eigenlijk beter thuis kunnen blijven. Maar ja, de kleine wil natuurlijk mee, dus ik zou toch maar rondje wezen doen. Kom je hier uit de buurt, of niet? Ik kom uit Breda, dus... Dan zou je in principe ook een andere dag kunnen gaan. Dat is waar. Alles voor de kinderen inderdaad, maar konden je niet beter een andere dag uitkiezen? Nee, wij moeten gewoon werken door de week, dus helaas. Zijn mensen niet toch hartstikke gek dat ze op zo'n warme dag als vandaag naar de kermis gaan? Het is dubbelzinnig, laat ik zo zeggen. Want aan de ene kant zou je zeggen ja, maar voor degenen die wel komen hebben geen wachtrijen. Dus je staat niet onbeperkt te wachten in de zon, en dus dat scheelt ook weer. Zijn er minder mensen dan de afgelopen dagen? Op dit tijdstip ja. Hoe proberen jullie het hoofd koel te houden? Veel drinken. En de schaduw opzoeken. Goed drinken, ijs halen en dat, denk ik. Heb je je ook goed ingesmeerd? Nee. Nee, dat niet. En als je in dit geval bij ons in de booster zit, ja, heb je een windje. Dus dat scheelt heel veel. Ja.